Welkom bij het Campzone 2012 verslag. Donderdagavond 26 juli zijn Wilco en ik hier op Campzone aangekomen. En zoals altijd, traditioneel, gaat donderdagavond om 12 uur het terrein open achter mij. Maar voor het zover was, mochten Wilco en ik alvast ons tentje opbouwen. Dus nou, dat hebben we redelijk snel gedaan. Wilco had een opklaptent, ik iets met haringen en zo. Werkte niet helemaal. En daarna, vanaf 12 uur, gingen hier achter mij de hekken open. Waar een hele stoet van auto's met campers, caravans, aanhangwagens. Eigenlijk alles wat je kunt bedenken wat je hier nodig hebt. Het terrein op. Wilco, Campzone 2012. Wat vind je er tot nu toe van? Ik vind het leuk. Wat is Campzone voor jou? Zoals je natuurlijk om ons heen ziet, is het een camping. Had je dat ook verwacht? Ja, op den duur wel. Ik had je beelden van vorig jaar natuurlijk gezien. Maar ja, zoals je weet ben ik een fervent festivalganger. En ik had mij zeg maar een beetje vergist in de luxe die het hebben van stroom eigenlijk weer met zich meebrengt. Ja, en daardoor wordt het een totaal ander festival. En ja, toch wat relaxer, wat luxer. Ja, ik kan die prima week volhouden. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. We hebben een ventilator, we hebben een tv met digitelle erbij. We kunnen onze iPhone opladen, misschien ook niet onbelangrijk. Maar je zegt festival. Is dit dan los van de stroom ook nog anders dan een festivalcamping? Veel minder kabaal. Dat sowieso. Mensen die hier heen gaan. Kijk, op een muziekfestival is er een bepaald evenemententerrein waar iedereen heen wil, waar mensen echt voor gaan. Mensen komen hier om te computeren. Hebben net zoals ons kleine tentjes mee waar ze in slapen. Maar hebben over het algemeen een dichte partytent waar een apparatuur staat en waar ze ja, naar alle, met alle liefde kunnen gamen. Ja, nou heb je het over gamen. Maar ik zie ook nog best wel veel mensen andere dingen doen. Wij hebben zelf wel een laptop mee, maar niks om te gamen. Kunnen mensen die niet gamen zich hier wel vermaken? Oh, absoluut. Laat zo zeggen, als je helemaal niks aan apparatuur mee hebt, dan wordt het misschien wat anders. Maar ik bedoel, er is gewoon een partytent, er is een zwembad. Ja, er zijn genoeg voorzieningen hier. Dat je ook zonder spelconsole of computer kunt vermaken. Ik sta hier naast de main tent van Campzone, een van de plekken waar vooral 's avonds veel gebeurt. Hier binnen wordt bijvoorbeeld de bingo georganiseerd, een aantal optredens deze week waar Wilco en ik het eerder al over hadden. En hier binnen kun je bijvoorbeeld eten halen. Overdag is er ook wel het een en ander te doen. Zo kun je poelen, tafelvoetbal, gamen uiteraard, ook niet onbelangrijk. Want alle dagbezoekers die hier voor, ik geloof, ongeveer 10 euro heen komen, mogen geen computer meenemen. Maar die kunnen hier binnen wel gamen. Michael, je bent hier als dagbezoeker op Campzone. Hoe ervaar je het evenement tot nu toe? Ja, het is eigenlijk gewoon een camping. Waar, het is heel rustig hier. Het is wel vergelijkbaar met een festivalcamping. Er wordt alleen heel veel gegamed. Dus heel veel mensen zitten ook binnen in hun tent. Je ziet niet zoveel mensen rondlopen. En ja, het is eigenlijk wel gewoon een gezellige sfeer hier. Kun je hier als dagbezoeker dan wel voor maken? Omdat je zegt, hè, er zitten best wel wat mensen binnen. Alhoewel dat op dit moment met mooie weer wel meevalt. Maar kun je voor maken? Ja, dat vind ik wel. Want heel veel mensen zitten wel binnen. Maar je kan ook gewoon bij die mensen naar binnen lopen. Want dat vinden ze vaak niet erg. En ook in de hoofdtent kan je gewoon zelf gamen. En er zijn ook heel genoeg eetgelegenheden waar je ook gewoon even iets kan eten. Dus een dag kan je wel vol maken hier. Ja, ik ben Hielke Broos van ons Brabantnet. En wij hebben hier het netwerk op Campzone van internet voorzien. Je zegt van internet voorzien, wat voor internet ligt hier precies? Ja, dat is glasvezel internet, dat is gigabit. Dat wil zeggen dat wij hier gewoon het meest snelle internet hebben wat je maar kan wensen eigenlijk. Dus jullie zorgen ervoor dat alle gamers en bezoekers hier op internet kunnen? Ja, als we hier allemaal tegelijk op internet gaan, behouden we nog steeds gewoon fatsoenlijke verbinding. Oké, dat is mooi. Wat heeft jullie doen besluiten om hier sponsor te worden?
Voor zover bij mij bekend is, zijn wij daarover benaderd. Andere jaren heeft een andere partij dat gedaan en ze wou een keer wat nieuws proberen. En daar zijn wij mee gegaan. En voor jullie is het natuurlijk ook een mooie promotie van, om te laten zien hoe snel jullie internet is. Ja, precies. We zijn druk bezig om steeds meer gebieden onze diensten te gaan leveren. Dit is een mooie manier om te laten zien wat we kunnen. Jullie heten Ons Brabant Net en jullie hebben dus een link met Brabant. Is dat ook jullie doelgroep die jullie hier proberen te bereiken? In principe zijn we hier niet direct om onze doelgroep te bereiken. We zijn hier gewoon voor de lol en mensen laten zien wat we kunnen en lekker meegamen. Het is natuurlijk wel, we blijven Ons Brabant Net gevestigd in Eindhoven. Goed georganiseerd in Brabant. Dus dat blijft altijd een mooie doelgroep om mee in contact te komen. Nou staan jullie hier ook met een huisje. Wat is in dat huisje te doen? Nou, in dat huisje zitten de medewerkers van Ons Brabant Net zelf ook lekker spelletjes spelen. Mensen kunnen ons uitdagen. We hebben wat leuke prijzen om weg te geven. Gewoon wat leuke hebben dingen. En verder zitten daar te bakken. Ik ben Aster en ik kom hier al 6 jaar en ik zit bij de persdienst. Oké, we zijn hier natuurlijk op Campzone. Wat is Campzone voor de organisatie? Hoe zou jij als organisatie Campzone omschrijven? Ik zou Campzone omschrijven als een camping zoals elk andere. Dus voor jong en oud en alles wat ertussen zit. Het enige verschil is dat de toontechniek is, computers, gamen. Dat is het verschil. Nou krijg ik zelf heel erg het festivalgevoel hier. Ik ben zelf heel erg muziekfestivalganger. Is het daar ook mee te vergelijken volgens jou? Dit jaar meer dan anderen. Want we hebben dit jaar ook nog eens 3 live bands. En dat is het grote verschil. We hebben voorgaande jaren hebben we altijd wel een groot eindfeest gehad en een groot beginfeest. En dat hebben we ook nog steeds. Maar we hebben nu ook nog eens 3 live bands. Je kan overal muziek natuurlijk vinden, ook in de tenten. Dus ik zou het wel kunnen vergelijken met muziekfestivals, ja. Nou is hier naast gamen ook heel veel te doen. Kun je wat vertellen over de activiteiten? Je hebt, misschien kan je het zien op de achtergrond, hier een zwembad. Met de hele hete dagen is dat natuurlijk perfect om daar een beetje af te koelen. Er wordt van alles georganiseerd, ook naast het gamen zelf. Zoals paintballen doen we ook. Je hebt zeepvoetbal, ook op het veld hierachter. Kampvuren worden er om de dag gedaan, dus best wel veel. Bingo, SingStar en heel veel competities ook natuurlijk. Met alle games. En nog veel meer. Als je gaat kijken naar het aantal bezoekers, ik was hier vorig jaar ook. Voor mijn gevoel staat de camping voller. Kan dat kloppen? Ja, dat klopt zeker. Er zijn zeker meer kaarten verkocht. Waar het vorig jaar rond de 1250 was, is het nu 1500. Dus dat is toch echt wel een stuk meer. Ja. In deze video hebben jullie net een aantal mensen aan het woord gezien. Waaronder de organisatie van Campzone, een dagbezoeker. Nou, allemaal van dat soort mensen die vertellen wat zij van het evenement vinden. En daar sluit ik me bij aan. Het is een groot game evenement waar toch ook heel veel andere dingen te doen zijn. Waar wij ons vooral ook heel goed redden zonder gamen. Maar volgend jaar toch eigenlijk wel willen gaan gamen. Ik ga verder met genieten van dit evenement. Maar alles over Campzone vind je natuurlijk terug op nieuwewets.tv/campzone. En in de komende weken op onze website zelf.